De Rotary Club Paramaribo heeft gisteravond voor de 15e keer haar VOJ Student Excellence Award uitgereikt aan de 15 bestgeslaagden van het VOJ. Voor deze award worden leerlingen van alle fases binnen het VOJ geselecteerd. Deze 15 leerlingen zijn gisteren in de bloemen gezet in de bankethal van Hotel Torarica. Fias Gokul, voorzitter van de jury, zegt dat de doelstelling van dit awardprogramma is om alle leerlingen te ondersteunen om dienstbare, waardevolle en zeer gewaardeerde burgers van ons land te worden. De VOJ Student Excellence Award wordt uitgereikt aan de beste geslaagden van het VOJ die niet alleen persoonlijke prestaties hebben geleverd op school, maar ook op maatschappelijk vlak een bijzondere bijdrage geleverd. Jullie bijdrage is bijzonder voor jezelf, maar ook voor anderen in de omgeving en de rest van de samenleving. Jullie zijn genomineerd voor een VOJ Student Excellence Award om de volgende reden. Dit zijn de criteria geweest. 1. De drive is zichtbaar aanwezig om te excelleren. 2. Ambassadorship omvat ontwikkeling van sociale vaardigheden. En 3. Jullie bijdrage aan buitenschoolse activiteiten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ingenomen met de inzet van de Rotary om de beste studenten te belonen. Natasha Benanon, directeur onderwijs, ziet graag dat deze leerlingen zich blijven inzetten voor zichzelf en ook voor het land. Benut elke kans die je krijgt om verder te studeren, omdat de voordelen hiervan vele malen groter zijn en je kunt jezelf en anderen bedienen van niet alleen de opgedane kennis, maar ook met de opgedane kennis. Mijn advies is om nu al na te denken over het beroep dat je over een paar jaar wilt uitoefenen. Door open dagen van de verschillende instellingen van hoger onderwijs te bezoeken, wordt het kiezen van het juiste vakkenpakket op vast niveau een robuuste keus, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Laat daarnaast ook zien dat je eens een excellente student bent. Voltooi een universitaire of HBO-studie en investeer je kennis over enkele jaren weer in ons land. Om de inrichting te veranderen, ga naar het buitenland. Bekijk de infrastructuur, de netvlie, de diverse diensten zoals ziekenzorg, het milieu, de waterleidingswoning en de talen in de lucht. Kom terug, kom terug en pas het toe, zodat ook ons land en de diverse diensten beter worden ingericht. De 15 leerlingen hebben allemaal een schooltas, waardebonnen, zwempassen en TBL-kaarten ontvangen. Als bijzondere prijs kregen ze een laptop mee en hebben ze een aanzet gekregen voor een junior bankrekening. De twee beste leerlingen hebben voor hun school ook een printer gewonnen.